Zo moet die er gaan uitzien, de F29, een gloednieuwe fietsnelweg tussen Brussel en Leuven. Die fietsnelweg verbindt de ring van Brussel met die van Leuven en loopt via Tervuren en Leefdaal richting Heverlee. Een deel is al klaar of bijna klaar, aan het grootste deel moeten de werken nog beginnen. De F29 zal vooral ten zuiden van de E40 lopen. Vandaag is er al een fietsnelweg tussen Leuven en Brussel aan de noordelijke kant. Toch is het belangrijk dat deze fietsnelweg er nog bij komt. Er is inderdaad zeer druk befietste F3-fietsnelweg tussen Brussel en Leuven. Maar zoals we bijvoorbeeld ook tussen Antwerpen en Brussel niet één autosnelweg hebben, maar twee, de A12 en de E19, willen we ook hier in de Vlaamse Rand eigenlijk naar een volwaardig fietsnetwerk gaan. En voor al de mensen die dan eigenlijk in de Druivenstreek, het zuiden, de zuidkant van Leuven, kanten van Heverlee, met de fiets naar onze hoofdstad willen, is er dus die F29 waar we heel hard aan gaan bouwen. De fietsnelweg moet onder andere hier over de E40, ongeveer ter hoogte van de kruising van de E40 met de E314. We gaan hier een nieuwe fietsbrug bouwen, een tuibrug, dus een kabelbrug, die eigenlijk vanwege de brede overspanning die we moeten overgaan eigenlijk met die brug, wordt dat zo'n kabelbrug. En dat is de bedoeling dat hier fietsers en voetgangers natuurlijk volledig veilig en volledig afgescheiden van al het andere verkeer de E40 zullen kunnen kruisen. Ook op enkele andere drukke kruispunten komen er een fietstunnel of een fietsbrug. De fietsnelweg gaat zo'n 20 miljoen euro kosten en moet klaar zijn tegen eind 2025.